geen één land is, zoals België, dat zich zo kan mobiliseren, omdat het zo klein is. Voor de eenheid van België, dat is in eerste plek het belangrijkste. De diversiteit in het land. En gewoonweg, Adam heeft het eigenlijk heel mooi samengevat. Zo. Ook om België een soort van ziel te geven, zo, die ze misschien nooit heeft gehad, omdat het een jong land is. En ik denk dat er een soort van volwassenheid in het land moet gaan spelen. En als het uit een civiek belang komt, niet gelinkt aan de politiek, vanuit de cultuur, wil ik dat zeer ernstig ondersteunen. Ik heb het al gezegd, België is een vrij oneigenlijke constructie. Destijds min of meer opgericht door de Rothschilds. Begonnen als het kleinste, rijkste belastingsparadijs in de wereld of in Europa. En nu uitgegroeid tot iets met een reusachtige staatsschuld. We hebben ook onze holding verloren nu. Maar tegelijkertijd denk ik dat hoe meer kapitaal men fysiek of letterlijk verliest, hoe meer men aan cultuur wint. Gewoon omwille van het idee van die solidariteit corporeel fysiek te voelen. Destijds met de 010 concerten was dat ook. In eerste instantie was ik zeer sceptisch. Maar tegelijkertijd zei ik tegen Tom Baarman, als daar 50.000, 100.000 man op afkomen, is dat een fysieke stellingname van 100.000 mensen.